Yo, het is je boy Dirty Soul en vandaag ga ik fixen met... Boy DS. Vandaag ga ik weer filmen, gewoon gezellig. Gewoon een paar afleveringen gewoon weer. Maar ik dacht aan mezelf van, behind the scenes is toch wel leuk. Het is toch wel leuk om te zien van wat ik nou doe, hoe het nou gaat, wat er allemaal gebeurt. Ik dacht van, doe het gewoon lekker weer. Ik wil gewoon nu elke keer als ik film, behind the scenes of hoe je het ook wil noemen, hoe we het ook gaan noemen. Gewoon erbij, gewoon een soort van vlog. Dat je mensen vragen ook van, wanneer ga je nou vloggen? Nou, ik vlog nu mensen. Ik vlog. Vandaag ik begin nu met Jaden. Daarna komen andere mensen. We gaan het gezellig hebben, we gaan het leuk maken. En volg mij, volg Believe That. Volg heel het team en volg iedereen. Veel liefde. DS. Jongens, als jullie nu de video's gaan kijken, gaan jullie denken van, waar is Jair? Wat is gebeurd? Jair was druk met school en met zijn eigen kledingmerk, dus hij kon niet meer verder. Nou ja, als even goede vrienden uit elkaar gegaan, dan heb ik nu iemand gevonden, nog beter, nog gekker. Gaat nog beter dingen verzinnen. Zoals jullie vertelden, zijn we met een nieuw iemand bezig. Zijn dame, ze heet Shones. Ik ga je even voorstellen. Hi, ik ben Shones. Ik ben nu bezig met de schoen toevallig. Customizen doe ik onder de naam 746 Customs. Gewoon volgen, 746 Customs. Gewoon doen, mensen. Je gaat veel van de zien. Is goed bezig. En ze zijn bezig met de schoen, jongens. Dus kan niet misgaan dit. We gaan het fixen. Zoals ik altijd zeg, mensen, ze komen met schoenen naar mij. We fixen het altijd uiteindelijk toch wel. Dus blijf gewoon checken. Tot zo. Ja, het is je boy DS. Vandaag ga ik fixen met... Jade. Oké. Okay. Yo, het is je boy DS hier zo. Vandaag ga ik fixen met... Jade. Kan je het tegen Tonijn? Ik had echt zo'n reactie van, hey, gadverdamme of zo. Maar, nee, ik eet altijd tonijn, gewoon. Wij dachten echt, oh, we zaten van, ja, als je dat moet doen. Wat? Weet je niet vies? Ja, wel heel vies. Oh, Nee, kijk, het is, wat denk jij dat de reden is waarom andere mensen 15 zo succesvol zijn als je? Waarom zeg je hem dan niet net zo? Ja, ik denk dat niet. Stress. Maar niet. Oké. Ja. Waarom denk jij dat... Wat denk jij dat de reden is waarom meisjes van 15 zo succesvol zijn? Ik ga gewoon iets anders zeggen. Niet succesvol. Wat kan ik zeggen in plaats van succesvol? Zo veel bereikt. Ja, juist. Top. Okay. Wat denk jij dat de reden is waarom andere meisjes 15 zo bereiken was je? Niet zo, wel. Wat denk jij dat de reden is? Ik snap de zin ook gewoon. Kijk, wat denk jij dat de reden is waarom andere meisjes 15 zo niet zoveel bereiken was je? Ja, zie je, nu niet. Zeg je goed. Oké, okay. Nee, wacht. Ga mensen terugkomen en zeggen, zeg dat niet goed. Ik zal knippen. Ik kan nog 5 minuten skippen. We gooien hem ook gewoon heel zo in. Je kan niet Alex in het leven. Ik heb een beetje spraak. Hoe zeg je dat? Spraakgebrek. Dat ja. Kijk, ik ben dyslectisch. En ik praat snel, dus dan. Niet zo'n top combi. Maar ik zit nu bij een, hoe heet het? Logopedie. Juist, logopedist. Het is een lastig woord, hè? Heel lastig. Dus het gaat wel, het gaat de goede kant op, soort van. Nog niet heel erg, maar. Heb je al de hele tijd dat petje? Ja. Zo kan je zien als je niet naar me keek. Kijk zo, ik dacht die heb je echt net opgedaan. Nee. Zie je mensen? Zo gaat ja, dat is gewoon zo natuurlijk. Dat zal het zijn. Ik zal eerst Fix en Pim noemen, weet je dat? Fix en Pim? Ja. Ik kan eerst met Fix en Pim of Pimpen met... Nee, Pimpen met, dat was het niet. Dat was Fix en Pim. Ik ben 3 jaar en ik ga Pimpen met. Nee, ik had Fix en Pim en toen zei iemand Fix en met. Dacht ik, waarom ook niet? Je moet gewoon een open betekenis hebben, dacht ik. Ja, wat je op heel veel verschillende manieren kan interpreteren. Snap je? Dat is een lastig woord, hè? Interpreteren. Uit te spreken, wel ja. Interpreteren. Hey, one taker. Gaan we dan? Dit is er ook allemaal.
Hey. Maar Aslan, kijk, je kan, je moet. Het is niet zo moeilijk. Gewoon, ja, praten is ook niet moeilijk. Weet je wat dat, met dat is? Maar ik doe het niet expres. Snap je? Ik ben gewoon zo geboren. Ik doe het ook niet expres. Jawel. Maar knoep schudden is makkelijker dan praten. Volg Jade, volg show, volg mij. En dan zie ik je bij de volgende video weer. Doei! Dat was het. Ja. Dit is een rap. Voor mij, niet voor jou. Ja, het mag. Ik weet echt wel, oh ja, inderdaad. Het is nog een lange dag, maar weet je het is? Je leeft maar één keer. Ja, dat was eindelijk continu. Weet je mensen, ik ben ook nieuw in de YouTube-wereld, dus ik doe ook maar wat soms. Snap je maar? Toen dacht ik mezelf van, hey, misschien moet ik al een home tour geven. Ik ga je gewoon een lekker home tourtje geven. Kijk, dit is mijn spiegel. Ik ga naar mijn spiegel. Gewoon naar boven en dan ga jullie gewoon laten zien waar ik woon, hoe ik me omkleed, waar ik naar school moet, wat ik aan voor kleren thuis ik heb. Even gewoon lekker. Dit is mijn kantoor. Hier slaap ik. Ik heb geen bed. Mm-hmm. Geen geld voor dat, maar ik heb wel een grote spiegel. Top spiegel. Kan me zelf zien, zelf stylen, zelf pimpen. Ga mee naar mijn, kom naar mijn kledingkast. Shirt voor de zomer. Zijn broekjes. Genoeg hoodies. Genoeg hoodies. In het goud, hè? Echt goud natuurlijk. In de ochtend sta ik zo en dan denk ik voor mezelf van, ik heb het wel echt gemaakt. Ik heb een kantoorhuis. Top. Ik ben echt top. Believe that. Geloof erin. Alles kan je. Als ik het kan, kan jij het ook. Dat kan ik echt niet. Je wist het, dat kan echt niet. Mag echt niet. Het kan gewoon, dus ik zou het gewoon zeggen meteen. Ik het niet. Dan maar nog groot hapje. Nee. Oké, een hap. Nee. Gewoon het in je mond. Ik ben bijna huis. Nog even, want ik moet ook iets pakken. Je kan het, zeg maar. Het hap, de hap mag groot zijn, maar je mag meteen uitspugen. Is dat simpel? Je hoeft niet te slikken. Ja. Oké, Maak je me echt vliegen? Ja. Oké, ja, ik dacht dat je dat acteren was. Nee, was mijn ketchup veel lekkerder. We zijn klaar. Rap. Nice. Hey, Fabio, even 1 seconde. Jezus. Zo. Wat gooi jij? Ja. Wat snoep. Je hebt mijn huis gezien, mijn bed gezien, spiegel gezien, setting gezien. We hebben genoeg gezien van vandaag. Binnenkort misschien weer, als ik zin heb. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En het is nu genoeg. Het is nu genoeg.